De dag begon echter met slecht nieuws voor de ploeg. Bij verder onderzoek werd er toch een breuk vastgesteld in de hand van Gert Steegmans. De sprinter moet zo ontgoocheld de Tour verlaten. Het is een klein botje in de hand die gebroken is. En dat geneest naar het schijnt heel langzaam. Dus morgen rap een operatie om dat te versnellen. En zo snel mogelijk terugkomen. Aan de ene kant denk ik, als ze me een fiets geeft, dan had ik wel uitgereden. Maar gewoon van achter en met heel veel pijn. Dus de dokters vonden het nu na de resultaten toch maar slimmer om te stoppen en zo snel mogelijk terug te komen. Oh, dat verklaart toch dat ik niet onnozel altijd zat te zeveren, dat ik pijn had in mijn hand. ik werd er een beetje moedeloos van bij momenten, omdat ik de hele tijd probeerde mijn stuur van onder te pakken. Dat ging niet. Bij het rechtstaan, dat ging ook niet te goed. Ik kreeg soms echt pijnsteken in de hand. En je probeerde altijd maar door te gaan. En sommige dagen had ik zo... je bent ook subjectief bezig. Je zit altijd maar aan het denken van, oh, dat gaat wel beter. En dan kreeg je slecht stuk weg. Of je begon ze heel hard te rijden over met die vibraties. Dan kon ik dan niet meer weg. Ja, je blijft maar doorgaan. Hè. Mijn broer had een liedje doorgestuurd van Ramse Shaffi. We zullen doorgaan. En je blijft doorgaan totdat ze effectief het licht op rood zetten. En zeg, stop er maar mee, want het gaat toch niet beter. Ik had er hard voor getraind. Ik was er klaar voor. Ik voel me er heel goed bij. En dan valt je en dan begin denken van oh, verstuikingsje, dat gaat wel over. Dan heb je die twee sprintersetappes gehad na de rustdacht. Dan zit je zo al wat te kniezen van ja, die mannen sprinten en jij zit van achter maar mee te fietsen, zal ik zeggen. Terwijl je al wat kritiek hoort links en rechts. Waar zit hij daar te rijden? Is niet conditie en zo, maar je kunt het niet laten zien. En ja, dan nu valt het verdikt van te stoppen. Terwijl je toch nog iets... zeker in Parijs, daar heb je nog goede herinneringen aan. Dat wou je halen. Ik wou ook zeker de Tour uitrijden voor de vrouw en de kleine. En nu allemaal niet. Ja.